Alle oorlogsvoering is gebaseerd op misleiding. Als u kundig bent, lijk dan onkundig. Als u actief bent, lijk dan passief. Als u dichtbij bent, lijk dan veraf. En als u veraf bent, lijk dan dichtbij. Mijn naam is Vincent de Boek en indien u bekend bent met deze uitspraken, dan weet u dat ze komen van Sun Tzu, een Chinese generaal en militair strateeg, beter bekend voor zijn 13 hoofdstukken in het boek getiteld De Kunst van het Oorlog Voeren, of het in het Engels vertaalde en beter bekende The Art of War. Nu heb ik het boek hier bij mij om aan te tonen hoezeer ik mij interesseer in de geschiedenis en ook in hoeverre ik mij daar dagelijks mee bezighoud. Zo trachtte ik, vooraleer ik me inschreef voor de richting Media en Entertainment Business, om leerkracht secundair onderwijs te worden, met twee keuzevakken, Engels en geschiedenis. Helaas is er veel meer van toepassing dan alleen maar lesgeven wanneer het aankomt op het beroep leerkracht. Nu waren er veel redenen waardoor dat ik koos voor de richting Media en Entertainment Business, en veel van die redenen hebben dan ook een link en te maken met mijn interesse voor de geschiedenis. Zo ben ik ook iemand die in zijn vrije tijd ook vaak achter het computerscherm zit en ook graag videospellen speel. En enkele van deze videospellen zijn dan ook Mountain Blade Bottleneck Wars, Napoleon Total War, Shogun 2 Total War, Company of Heroes enzovoort enzovoort. En u kan het alvast zien aan het patroon dat veel van deze spellen gebaseerd zijn op waar gebeurde feiten. Zo is het dan ook dat ik uren kan volmaken met weetjes en feiten over de Napoleontische oorlogen en de Franse Revolutie, aangezien dit ook mijn favoriete periode is om te bespreken. Van de verschillende coalities die tegenover de Franse keizer stonden, tot en met enkele van de belangrijkste slagen, waaronder de belangrijkste slag van allemaal, de slag bij Waterloo, waarbij hij dan voor de tweede keer verbannen werd, ditmaal naar het eiland Sint-Helena. Maar dat lesje even terzijde. Nu speel ik deze spellen en neem ik ook soms mijn gameplay op. Het is dan ook zo dat ik deze gameplay publiceer op YouTube. En ik heb dan ook mijn eigen YouTube-kanaal, met maar liefst 1800 volgers. Wat toch al een behoorlijk aantal is. Ik heb dan ook 6 jaar geïnvesteerd in dit kanaal. En heb dan ook dankzij deze hobby mijn vaardigheden in software, waaronder Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Photoshop enzovoort enzovoort, heb ik eigenlijk kunnen verbeteren en heb ik op kunnen uitbouwen. Ik heb dan ook heel veel mensen kunnen leren kennen. En sommige daarvan ook YouTube content creators, waaronder iemand zelfs met een kanaal van meer dan 100.000 volgers. Wat ook al een heel behoorlijk aantal is. Ik ben dan ook niet onbekend in deze wereld, aangezien ik ook mails krijg van ontwikkelaars die aan het spel aan het werken zijn en mij een kopie sturen van het spel voordat anderen deze krijgen. Ze sturen mij dan een mail en vragen mij daarin om feedback te geven op het spel dat zij gecreëerd hebben. Of soms vragen ze zelfs om video's te maken en gewoon deze te publiceren op YouTube aan mijn volgers, zodat deze kunnen zien waarover het spel gaat en deze op lange termijn misschien kunnen besluiten te kopen. Een van deze spellen was Holdfast Nations at War in 2017. En dat was voor mij een zeer belangrijk moment, omdat dit een spel is dat gebaseerd is op de Napoleontische oorlogen. Dus mijn favoriete periode. En ik was een van de eerste personen die gecontacteerd werd door de ontwikkelaar. En deze vertelde mij om video's te maken over dit spel. Dit is een hele prestatie voor mij en mijn kanaal, waar ik vandaag de dag nog zelfs op terugblik. Buiten het spelen van deze spellen geef ik sinds kort ook les aan mijn moeder. Op haar aanvraag help ik haar eigenlijk een beetje zich meer te kunnen situeren in tijd en ruimte. Wij zitten momenteel aan de vroegmoderne geschiedenis, of vroege middeleeuwen zullen we zeggen. Dus toch nog een hele pad te bewandelen. En voor mij is dit eigenlijk ook een pluspunt, omdat ik op deze manier zowel haar kan helpen zich te kunnen situeren in tijd en ruimte, maar ook voor mij, mezelf, mijn presentatietechnieken te kunnen onderhouden. Dus bij deze, de presentatie waarover u meer te weten bent gekomen over mijn activiteiten en waar ik mij zoal mee bezighoud. En dat u ook nu min of meer begrijpt dat de oorsprong van deze activiteit, dat deze ligt bij mijn interesse voor de geschiedenis. Ik dank u voor uw aandacht en ik wens u alvast een goede gezondheid toe in deze toch wel rare tijden.